Hele goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan dan verder in Rusland, ronde nummer 16 van het kampioenschap en aflevering 38. Als je de vorige aflevering in Singapore gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je hier nu op dit kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen zien van F1 2019, de Career Mode zien? Druk dan gewoon op de abonnee knop en schakel ook gelijk een belletje op, alles aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. We gaan vandaag dus verder in Rusland en het kan vandaag een hele bijzondere dag gaan worden, terwijl helaas een nieuwe development is gefaald, de Rear Downforce helaas. Maar ja, er staat erover, we krijgen wel een update te zien, want nog een paar ronden gaan en dan zit deze seizoen eigenlijk er alweer op. En we kunnen vandaag de wereldtitel pakken. We kunnen vandaag de wereldtitel pakken als we winnen en de snelste race ronde neerzetten. En dan zijn wij al kampioen. Dus dit wordt een spannende wedstrijd om de drukke koel zien te houden. In Japan komt er een major upgrade aan. Want aan het einde van het seizoen komt er een regulatieverandering. En wat ik ook al in Singapore zei, dat ging dus niet zo goed voor ons in seizoen 2. En hopen dat we in seizoen 3 misschien echt dominantie gaan voeren. Dus dat we echt bovenaan bij de performance staan. Maar ja, we gaan dus eerst verder met Rusland. En dan gaan we gewoon beginnen met de kwalificatie. We're about to be joining the action down in the pit lane as the cars get ready to embark on their qualifying runs. Looking at this field today, Anthony, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the hard tyres and save some of the grippier tyres for the race tomorrow? Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, at the end of the day, it's a big risk. Track position is the most important thing, and it's rarely worth sacrificing for a slightly more optimal strategy in the race. So I doubt we're going to see anyone trying it. I have been wrong before, though. We certainly do see some risky decisions every now and then, and it's a gamble that's sometimes worth taking. But if it were me in the car, I would want to be on the fastest tire for my qualifying lap, without a doubt. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij onze eigen auto voor de kwalificatie hier in Rusland. Ja, zoals ik al net in de intro zei, de baan moet ons uitstekend liggen vanwege het lange rechte stukken op start-finish en de tweede DRS-gedeelte. Maar we kunnen misschien wat tijd verliezen in het bochtige sector, oftewel het laatste sector. We zijn inmiddels op de baan voor onze eerste noterende ronde hier in Q1. Terwijl Bottas met 1.34.2 op dit moment de snelste tijd in Q1 laat noteren. We zijn doorverwezen naar P19, de ene en laatste plek. Maar dat zegt helemaal niks, want Hamilton met 1.34.0 pakt de snelste tijd van Bottas af. We zijn inmiddels doorverwezen naar plek 20. En we zetten de snelste tijd in met een 1.33.4. Maar Weber duikt eronder met 17e. Dus de Williams zitten er weer goed bij. En de Leclerc rijdt er zelfs op een seconde. Zo de knetters. Ja, en dan wil ik graag even laten zien waar we dan echt staan. Want we zijn inmiddels doorwezen naar P5. En ik vind dit niet oké, namelijk. Ja, dus ik heb besloten om een nieuwe ronde te gaan doen in Q1. Volgens mij op dezelfde banden toen ik deze eerste ronde deed. Dus niet op een nieuwe set, want die spaar ik voor Q3, denk ik. We zaten in het groen. Want de delta die is ongeveer gelijk. Maar die winnen wij hier dus weer terug. Ja, want onze auto is gemaakt op langrechte stukken. Onze auto is niet gemaakt voor de bochten. Dus dat kan in Suzuka wat pijn gaan opleveren, terwijl we 70.000 te sneller zijn. We zijn inmiddels over de finish en het is op dit moment de snelste tijd met een 1.32.8. 1.32.8 dus. En we kunnen hier misschien nog een tijd gaan neerzetten, want we hebben de slipstream van Pierre Gasly. Kijk eens, 354, 55 km per uur. Maar dan remt Gasly wat later en dan moet ik er helaas mee kappen. En is de uitslag van Q1 Weber en Kvyat toch nog sneller gegaan met een 1.32.3 en een 1.32.7. Maar die hebben twee setjes van de soft gebruikt en ik één setje, dus dat is voordelig. Maar 4/10e, hè. Nico Hulkenberg heeft het niet gered op 2 seconden. Dat is zeer pijnlijk. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2.
En dan is de vraag waar we dan weer staan eigenlijk. Want de Williamsen lijken behoorlijk snel. Dus ik hoop dat we in Q3 er misschien voor de pole toch nog kunnen gaan strijden. We zijn inmiddels aanbeland bij onze eerste ronde in Q2. Misschien nog wel onze laatste ronde in Q2. Omdat ik deze band namelijk wil gaan sparen voor de race. Het is op dit moment P14. Wat normaal is, want we hebben nog geen tijden neergezet. Geen track limits waarschuwing, want alles nemen we perfect binnen de lijntjes. Weber met een 1.34.2. Ik dacht even dat ik Fiat was, maar Vettel verbetert die met een 1.34.0. Fiat nu met een 1.32.7 en onszelf met een 1.32.3. 14e sneller dan Danny Fiat. De uitslag van Q2, Fiat toch nog verbeterd met een 1.32.5. En Hamilton niet door. Lewis Hamilton niet door, maar wij voeren de druk in één keer op. 2/10 los van Danny Kvyat. We zijn inmiddels aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie, Q3 dus. En hier heb ik dus mijn extra set softband. We zijn inmiddels over start finish heen gekomen voor onze eerste noterende ronde in Q3. Niemand voor ons, niemand achter ons. Hartstikke fijn dit. 349 km/u. Kapot snel. Maar daar staat tegenover dat we niet goed zijn in het boxen gedeelte. En wat ik merkte is dat we tijd verloren in de laatste sector. Sector 3 is dus niet goed. We schieten hier wel wijd, maar we pakken op dit moment wel voorlopig de pole position met 1.32.6. We zijn inmiddels doorwezen naar P2. En dan ik Fiat is naar de pole gegaan op dit moment. Met nog 5 minuten te gaan. 3/10 los. Ja, kijk. En wat zei ik je? Hij wint in de laatste sector. Daar wint hij het. Wij zijn snel in sector 1 en 2. Maar sector 3 laten wij 16e liggen ten opzichte van Danny Kvyat. Extreem gek. Ja, maar dat komt ook omdat de auto niet is gemaakt voor bochten. Dus dat we in Singapore er niet bij zaten bij de kwalificatie. Dat was zo gek nog niet. En dan ben ik ook benieuwd naar Amerika en Suzuka. Want dat worden ook wel lastige circuits voor ons in de kwalificatie. Want in de race trekken we het wel. Nou, we zijn als eerste op de baan voor onze laatste noterende ronde in Q3. De outlap eigenlijk, want de laatste noterende ronde moet nog van start gaan. En nu volgt de rest. Dus we zijn er vroeg bij. Kom nu dus over de start-finish heen. En dan is het al de vraag waar we op dit moment staan. 40.000 in één keer langzamer, want onze exit was niet goed. We kunnen het hier misschien weer terugpakken in de DRS-zone. Nou, het blijft gelijk. 37.000, dan winnen we het hier terug op het rempunt. Terwijl de klok bijna op nul staat, nog 40 seconden ongeveer op de klok natuurlijk. Dan nemen we deze bocht dus iets te wijd, alweer maar geen track limits waarschuwing. 14e zitten we eronder van Danny Kvyat. We hebben inmiddels overstijd finish heen en we zijn in één keer naar P1 doorgewezen. En Butler naar 2. Heel gek. Fantastic. Maar we hebben de pole. We hebben de pole position weten te pakken. Maar waar is Danny Kvyat? And with qualifying complete, plek 8 met een 1.33.4, 1.8 is het gat en we duiken als enige onder de 1.32.6. 1.32, we duiken onder de 1.32, want de rest is allemaal op een 1.32. Een volle seconde sneller, dus ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar ja, we nemen het waar. We nemen het dus. Ja, pole position is niet zo verstandig, want dit circuit heeft namelijk lang rechte stukken. Dus dat wordt oppassen geblazen bij de eerste bocht. De rivaliteit met Nico Hulkenberg winnen we eigenlijk. En met Lucas Weber leiden we dus de rivaliteit. Mooi. Maar ik ben wel benieuwd wat ik ga doen voor seizoen 3. De research punten. Het zijn er zoals gewoonlijk gewoon veel natuurlijk. Vanwege die kwalificatie natuurlijk ook. 220 in de sessie en 821 overall.
De reputatie is gewoon gelijk gebleven, veteran en sportsmanship. Well done. Very solid result. You're looking good. Nou, dankjewel Emma. We gaan het eens zien in de race voor de kampioenschapswedstrijd. Here we go. Welcome one and all to the Russian Grand Prix. We're just a stone's throw from the Georgian border here at Sochi as we get ready to begin the race that served up an absolute cracker back in 2015. A last lap collision between Kimi Raikkonen and Valtteri Bottas sparked controversy in that race, so let's hope the racing is just as tight today. Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6 miles Sochi Autodrome has two notable overtaking opportunities into turn 1 and then turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Nou, de grid voor de Grand Prix van Rusland. Met onszelf op pole position en daarachter Sebastian Vettel. Lucas Weber sluit aan op plek 3 en Charles Leclerc op plek 4. Verstappen 5, Butler 6, Kvyat 7, Russell 8, Sainz 9 en Bottas met een penalty op de laatste plek van de top 10. Hamilton P11, Magnussen 12, Stroll 13, Giovinazzi 14, Perez 15, Ricciardo 16, Grosjean 17, Hülkenberg met Lewis in het 18, Gasly 19 en Raikkonen op de laatste plek op plek 20. Die sluit de grid af. Let's be patient going into turn 1. We want to be in a good position for the rest of the race. Oké, dat gaan we dus doen, Jack. Het belooft een spannende eerste run te worden na bocht 1. Want de lampen zijn officieel aan voor de grote van Rusland Career aflevering 38. En we zijn onderweg en we komen goed weg. Want niemand kan op dit moment nergens doen, want we blokkeren in één keer het hele pad. Want Charles Leclerc en Vettel en Weber en noem maar op, die kunnen niet om mij heen. Dus het is op dit moment een solid start, oftewel een goede start. En dan is hij rustig inremmen naar de eerste bocht. Nou, Vettel en Leclerc hebben het met elkaar al gelijk aan de stok. En wij kunnen al een klein beetje wegrijden van de beide Ferraris. De leiding dus behouden in bocht nummer 1. Ik was even bang dat Vettel een slipstream zou pakken, maar dat was het niet het geval. We schoten wel een klein beetje door. Het is bewolkt. Ik hoop niet dat het gaat regenen. Maar je weet maar nooit. 14e inmiddels los van Sebastian Vettel. Inmiddels ademhalen bij ronde nummer 2. We zetten de snelste rit van het 1.37.9 neer. 14e los van Vettel. Maar die kan hier in de slipstream misschien een aanvalwagen voor de leiding. Daar zit Vettel in mijn slipstream, maar hij zit te ver weg. Net als in Italië. En dan kan Vettel hem hier niet pakken op de exit, want wij knepen hem daar wat af. Wat gewoon mag, want er is hier niks illegaals aan. En op dit moment nog steeds de leiding in handen. Ronde nummer 2. Paas in sector 1. 3/10 verschil met Sebastian Vettel. 5/10 verschil met Charles Leclerc. En Nico Hülkenberg is ook goed doorgekomen, zie ik. Want die is op dit moment nog niet uitgevallen. En dan is het nu maar hopen namelijk. Vettel zet de snelste race onder de met een 1.37.4. 5/10 sneller dan onszelf, oftewel mijzelf. En dan kan Vettel hier misschien een aanval gooien, want een DRS is in hem beschikbaar. En Vettel kijkt naar de buitenkant. Wij remmen net wat later dan de Duitser. En we laten hem staan. Gelukkig. Nog steeds de leiding in handen van ons. En dit belooft wel wat hoor, met de beide Ferraris namelijk. We verbeteren onze tijd met een 1.37.4. We pakken ook de snelste race onder af van Sebastian Vettel. Die Charles Leclerc in één keer achter zich heeft. En dat kan ons misschien wat tijd gaan gunnen. Maar ik zie Vettel al dichter en dichter naderen. Maar hij zit te ver weg. Sebastian Vettel zit te ver weg voor een echte inhaalactie op ons. Wat alleen maar gunstig is voor ons natuurlijk. Want zo behouden wij dus de leiding. Oh. Hier schiet hij wat iets te wijd door. Wat wel gevolg heeft. Want Vettel kijkt naar de binnenkant. Rijdt hier langzaam. En dan kunnen wij hier niet terugkruisen in de slipstream. Hij gaat
ook uurs en fuel besparen zie ik vanwege de knipperende achterlichten. En dan moeten we hier ook wat uurs gaan besparen terwijl we Charles Leclerc daar even blokkeerden. En dan krijgen we een waarschuwing voor de track limits. Daar moeten we ook mee oppassen. Alles ziet er nog goed uit van de onderdelen van de motor en de versnellingsbak. Dan zetten we hier wel ons open en dan kunnen we hier richting Sebastian Vettel weer toe rijden. En kijk eens aan. We lopen gewoon helemaal in. Oh, Vettel. Die gaf daar niks cadeau. En hij blokkeerde een band en daardoor moesten wij even ontwijken. En we komen met overstuur, maar Vettel bewoog volgens mij op het lange rechte stuk. Dat snap ik niet waarom hij dat deed, want ik vond het gevaarlijk. Maar de FIA gaat hier vast niks over zeggen. Want de FIA wil namelijk betere acties op de baan. Zo kennen we ze namelijk. Het is inmiddels ronde nummer 7 voor Sebastian Vettel en nu ook voor ons. En dan kunnen we hier misschien weer een aanval doen op wat eerste DRS gedeelte. Alles openzetten natuurlijk. Er naartoe rijden. Nou, Vettel verdedigt die plek wel. En dan is het hier een beetje terugrijden naar Seb. Oftewel terug richting zijn lijn rijden en hem dan hier laten staan. En zo hebben we de leiding dus weer veroverd. Ronde nummer 9 inmiddels. En daar zit nu in één keer Charles Leclerc op onze staart. Is er voorbij. En Charles Leclerc remt laat. Maar dan pakken we hem hier via de buitenkant. Dan knijpen we hem hier af. En nog steeds de leiding in handen van ons. Prima werk. Ronde nummer 9 dus. De banden zien er nog goed uit. Ik dacht even dat Charles Leclerc naar binnen ging. Maar dat was niet het geval. Want hij reed een andere lijn verder dan Sebastian Vettel. We zitten inmiddels in ronde nummer 10. Teammate by 17.1 seconds. 17.1 seconden leiden ten opzichte van Nico Hülkenberg. Wanneer komt Charles Leclerc dan weer met een nieuwe aanval? Zit te ver weg en kan niet aanvallen. Dan schiet hij dan een klein beetje door. Wat geen gevolg heeft voor onze exit. En dus we sparen hier wat keurs en we blokkeren Charles Leclerc. En ik bedoel daarmee dus dat Vettel misschien nu naar Charles Leclerc kan toerijden en daar een aanval kan wagen. Want ook hier blokkeren wij Charles Leclerc, want we gaan midden op de baan rijden, zodat hij nergens naartoe kan. En het mag allemaal. Ik breng hier niemand meer in gevaar. En anders krijg ik het wel te horen van Jeff. We schieten wel een klein beetje door. Inmiddels zijn ook de twee Williams aangesloten bij ons. Oftewel Weber en Russell. Komen we hier bij het tweede DRS gedeelte van de baan. En dan zetten we hier wel alles open. Zodat Charles Leclerc geen aanval kan wagen aan ons. Want we rijden gelijk wat van hem weg. Ik zie hem niet meer in mijn spiegels. We komen naar binnen voor onze laatste stop. En dan geven we de leiding uit handen van naast Sebastian Vettel. Terwijl Danny Kwiat ook binnenkomt. Ja, Kwiat komt ook binnen. Dus twee vroege stops dus voor mij en Danny Kwiat. Type 2, goede stop en mijn teammaatje komt ook gelijk binnen. Dan hoop ik niet dat ik nu in verkeer terecht kom, anders is dat voordelig voor Sebastian Vettel die nu een heel groot gat heeft naar de rest. We komen achter Romain Grosjean terecht. En kunnen we hem hier misschien al pakken? Nee, we kunnen hem niet pakken. En dan is dit wel vervelend voor ons. Grosjean op plek 3. Kunnen we hier misschien naar hem toe rijden? Maar dan kunnen we hier nergens naartoe. Nee, we konden daar nergens naartoe. Ja, dan gaat Grosjean deze plek ook in één keer raar verdedigen. Wat nergens voor nodig is. Dan moeten we hier wat blokkeren. Anders hadden we een afsnijding van de bocht. Maar wat Grosjean daar deed was onnodig. En het is in het voordeel van Sebastian Vettel. Nu nog Magnussen snel zien te passeren. En dan komen we misschien voor de Duitser weer de baan op. Oftewel Sebastian Vettel in ronde nummer 14 dan inmiddels. Dan hier alles openzetten en richting Kevin Magnussen naartoe rijden. En dan hier in dit bochtige gedeelte misschien al een aanval wagen. Want Vettel is nu de pits binnen. Sebastian Vettel is naar binnen. En Magnussen rijdt hier onnodig langzaam.
dan wil ik hem misschien niet al gaan passeren, maar de Deen gaat ook naar binnen. En dan is de vraag waar wij dan terechtkomen. Komen wij voor of achter Sebastian Vettel terecht, omdat we in verkeer zijn beland? Ik hoop toch echt voor. Dan zetten we hier alles open. Het gat was 19,5. Het is op nu meestal 20 seconden. We komen net voor Sebastian Vettel de baan op. Dus de overcut van Seb heeft niet gewerkt. Nou, ben ik even blij dat dat zo is gebeurd. Want anders moesten we onszelf naar de leiding zien te knokken. En dat hoeft dus nu niet. Nico Hulkenberg rijdt stijf achteraan. Nou, niet stijf achteraan, maar in het achterveld. Wat ik niet fijn vind. We zetten wel de snelste race van nummer 1.36.3. Ronde nummer 17. Nog 10 ronden te gaan. Weber heeft Danny Fiat verschalkt. En we zijn helemaal weggereden van Sebastian Vettel. Ik weet niet wat het gat is. Maar Vettel en Weber hebben het bij elkaar aan de schok. Ik zie steeds dat wit en rode puntje op de map steeds zien verwisselen. Dus dat betekent dat we met elkaar in gevecht zijn. Wat is het gat naar Lucas Weber? Dat kan ik niet zien op dit moment. Max Verstappen is helaas uitgevallen in deze wedstrijd. Brengt dat een virtual safety car op? Ik hoop het niet. Ronde nummer 22. Inmiddels ronde nummer 23. Nee, er rent geen VSC op of een safety car. Dus hebben we mazzel. Het gat naar Lucas Weber is 1,5. En Verstappen staat daar in het begin van sector 3 stil. Net op het eind van sector 2. Op het lange rechte stuk. Ja, en de auto is inmiddels weer weggesleept. Er is ook nog iemand anders uitgevallen. Ik weet niet wie. Je ziet er een klein beetje door. We hadden nog 5 ronden fuel remaining, maar dat boeit mij helemaal niks. We moeten nog alleen deze rondjes afzien te maken en het gat naar Weber zo houden op 1,4. Want Danny Fiat is ook niet ver verwijderd van de Duitser, 16e. We schieten hier wel een klein beetje door. Ronde nummer 25 inmiddels. Nog 3 ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Vettel is zoekgereden door de beide Williams en mijzelf. Die gaat hier niet voor een podium plaats nog vechten. Want dat gat is denk ik te groot met Danny Fiat en Lucas Weber. Rood in sector 1, 15e langzamer. Het gat naar Weber is 1,6. In het 10e zijn wij sneller gegaan dan de Duitser. Als ik het goed zeg. En als het zo eindigt, dan zijn wij wereldkampioen in de Formule 1. Wat natuurlijk uitstekend is en dan is een droom die voor mij uitkomt in de carrière-modus. En dan kunnen we door naar seizoen 3. Maar eerst de resterende races afmaken. De laatste ronde loopt inmiddels voor deze grote prijs in Rusland. Het gat naar Weber is 16e geworden en die is hier aan het dicht knallen, zo zou ik het zeggen. Fiat is ook niet ver verwijderd. Dus nu nog, net als in Singapore, de druk van Weber zien te weerstaan. Want ook toen zat Weber op en staart en ook toen ging het nog voor de leiding in de wedstrijd. En ook toen zaten we in de laatste raceronde. Als je die race trouwens gemist hebt, zal ik die even terugkijken. Dat kan door middel op het ietsje wat rechtsboven in het scherm verschijnt. Paas in sector 1, want ik wil die snelste raceronde nog even zien te verbeteren. Ik zit een klein beetje door. Maar Weber had vandaag geen schijn van kans. De Williams had trouwens geen schijn van kans. We komen inmiddels bij de laatste bochten. En dat betekent dat wij de snelste raceronde punt pakken. En wereldkampioen zijn in seizoen 2. Een droom die uitkomt. En dan gaan we seizoen 3 in als de titelverdediger. It may have looked simple at times, but as any racing driver would tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. A victory for Alfa Romeo. The team will certainly be celebrating tonight. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble.
So let's review the updated. De uitslag: wij winnen de grote prijs. We pakken ook een snelste racenummerpunt, 26 punten in totaal. En dat betekent dus dat niemand ons meer te achterhalen is. En wij zijn dus de nieuwe wereldkampioen. 30 punten inmiddels verschil met Mercedes. Dus constructeurs kunnen wij ook nog pakken. Nico Hulkenberg finisht niet in de punten op plek 12. Jammer. Helaas. Ricciardo is trouwens ook uitgevallen, had ik niet gezien. Maar we lopen weg van Mercedes, wat uitstekend is. En ja, we zijn dus al kampioen. Dus nu kunnen we ons volledig gaan focussen op de constructeurskampioenschap. Congratulations, you must be thrilled. Was there really any competition for you today? Ja. Ja, ik weet niet. Dat antwoord klopt niet. Alleen maar van mijn team, want het team is uitstekend goed, maar dat klopt niet echt. You're beating all expectations. Would you say we all underestimated you? Ja. Denk ik. That was a close race with Lucas. As former teammates, you must know each other's moves. Ja, dat klopt. We weten elkaars manoeuvres uitstekend. You and Lucas seem to enjoy yourselves up on the podium today. Ja, dat klopt. Dat was maar goed ook hoor, anders was het geen leuk podium. Appreciate nou, dankjewel Claire. Tot in Japan. De resultaten van de rivaliteit breakdown. We hebben de rivaliteit met Nico Hulkenberg gewonnen en die winnen we ten opzichte van Lucas Weber. De resource punten na het evenement. Zijn er zoals gewoonlijk lekker veel. Kunnen we meenemen voor in Japan. De teamgold is behaald. Reputatie is gestegen met mijn team. Veteran en sportsmanship. Een nieuwe beker is inmiddels toegevoegd, want we hebben de wereldkampioen van de coureurs veroverd. Oké, dankjewel Jeff. De contractoverleg met Alfa Romeo staat inmiddels klaar. Maar ik weet niet of we ook in seizoen 3 met Alfa Romeo doorgaan. Maar vooralsnog gaan we dit gewoon accepteren. Nou, mooi, hij is geaccepteerd. Nou, dan zou ik zeggen, dit was het weer, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En wil je meer wekelijkse afleveringen van de Vinter 2019 Screenwood? Druk dan gewoon op de abonneeknop en schakel ook gelijk een belletje op alles aan, zodat je enkele video meer van mij mist. Volg me al op Instagram. Zo niet, volg me dan ook even. Links in de beschrijving. En ja, wil je meer video's zien? Kijk dan gewoon even op mijn kanaal en zoek gewoon naar video's van de Career Mode. Ik heb ook een playlist gemaakt. Kan je gewoon allemaal terugvinden op mijn kanaal. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Gaan we verder in Japan.